en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Voor nieuwe mensen, ik ben Carlijn Tukkens en ik leer jullie alles over bloemschikken. Vandaag gaan we aan de slag met een structuurpakket op hoogtes. En het is handig dat je daarvoor de korenschooftechniek onder de knie hebt. Mocht je dat nog niet hebben, kun je even terug naar les 5. Ik zet hem hieronder in de beschrijving, waarbij ik dat helemaal compleet uitleg. En dan gaan we nu beginnen met het maken van het structuurpakket op hoogtes. Ik heb de bloemen hier voor me alvast gesorteerd. En het is belangrijk dat je de steel goed schoon hebt. Ik heb verschillende materialen gebruikt. Hierin kun je een beetje je eigen weg volgen, maar ik laat jullie dus nu een voorbeeld zien. Als basis gebruik ik de aspidistra. Hiervan maak ik dus strikjes. In les 7 leg ik dit stap voor stap uit, dus wil je dit extra oefenen, ga dan even naar les 7. Ik zet hem ook hieronder in de beschrijving, zodat je het goed kan volgen. Gebruik ik duizendschoon, distel en asparagus, allium, chrysant, een mooie grote gerbera, lysianthus, astrantia, Zeeuws knoopje, nog een allium, alstroemeria, een mooie dikke roos, en fatsia blad. Dan beginnen we dus met de aspirista blad. Deze leg ik alvast korenschoof in elkaar. En zoals je ziet heb je dan eigenlijk al echt een hele mooie basis. Want het is de bedoeling dat we dus een biedermeier maken, maar met hoogtesverschillen. Dus, en opgroepen. Dan leg ik alvast de asparagus er een beetje tussen, om de basis nog meer volledig te maken. Zoals je ziet hebben we nu een bedje van groen. Dan begin ik met de allium die ik als hoogtes gebruik en ik steek het er middenin. Wel is het belangrijk om je boeket korenschoof te blijven binden, dus ook die steel leg ik er een beetje naast. Dat doe ik ook met de andere allium. Zoals je ziet geven die juist de hoogtes binnen. Dan gaan we de rest er een beetje naast bouwen. Daarvoor pak ik de grotere allium en die leg ik er onderop onder. Chrysant, mooi groot, geeft ook een mooie body in je boeket, leg er ook weer onder. En dit doe ik ook met de roos. Je zult merken, omdat je die basis hebt van die aspidistra, dat je echt al een mooie basis hebt waar je alles elke keer een beetje tussen kan leggen. Op die manier maak ik het jezelf eigenlijk heel mooi makkelijk. Dat doe ik ook met de gerbera. En zoals je ziet verdeel ik alle bloemen elke keer er echt tussen. De duizendschoon. Ik verwerk alles dus wel op groepjes. Dus ook de duizendschoon verwerk ik op groepjes. En de alstroemeria's leg ik aan de andere kant ertussen. Dat doe ik ook met het Zeeuws knoopje. Verwerk ook weer als een groepje. Dan doe ik iets omhoog, zodat hij iets duidelijker zichtbaar was. En eigenlijk is het boeket al heel mooi zo. Maar ik wil nog iets meer hoogtes in. En daarvoor heb ik de lysianthus. En die stop ik op dezelfde wijze ertussen. Pak het boeket niet te strak vast, want dan zul je zien dat je hem er niet goed tussen kan stoppen. Ik zorg wel dat de bloemen bovenin ook ruimte hebben. En dan heb ik nog een mooie distel. Die stop ik aan de achterkant. Aan de andere kant. En in het midden tussen. Zodat hij ook een mooi effect krijgt in de hoogte. En zoals je ziet hebben alle bloemen nou echt een mooie plek. Dan werk ik hem af met fatsia aan de onderkant. Die leg ik er ook bij korenschoof tegenaan. Het is dus belangrijk dat je de korenschooftechniek goed onder de knie hebt. En dan is het boeket klaar.
Dan kijk ik nog even na of alles echt mooi een plekje heeft. Deze kan misschien net iets hoger, dat hij iets mooier uitkomt. En dan vind ik hem perfect. Knip ik hem af en bind ik hem af met touw. Ik gebruik altijd touw, dit geeft een luxe effect. En het snijdt ook niet in de stelen. Knip even de stelen op één hoogte af. Natuurlijk wel belangrijk om de bloemen altijd schuin aan te snijden als je hem op vaas zet. Het bindpunt doe ik zo hoog mogelijk. Dan blijft je boeket ook mooi compact bij elkaar. Hoe lager je het bindpunt doet, hoe meer het boeket uit elkaar zal vallen. En dat wil je bij dit soort boeketten wil je dan niet. Dan leg ik er even een knoopje in. En dan hebben we echt een prachtig boeket met hoogtes. Ja, ik hou ervan. Het geeft een mooie body. Je ziet alle producten zie je mooi. Dus ja, alles komt echt mooi uit. Je geeft de bloemen echt een mooi plekje in je boeket. Dus dan kun je nu aan de slag. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Jullie kunnen weer aan de slag met boeketten maken. Hou dus goed in je achterhoofd. Goed koordenschop binnen. Dat vind je bij les 5. Zet ik hieronder in de beschrijving. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je van alles op de hoogte. Doei!